Ze komt in actie op de 100, 400, 800, 1500 en 5000 meter. Maar Gint van den Broek is als wielster een alleskunner. Liefst zou ze op nog meer afstanden racen. Waar komt die drang van het maar blijven racen vandaan? En wat maakt wielen voor haar nou eigenlijk zo leuk? Ja, het leuke is dat het zo afwisselend is. En dat komt denk ik ook omdat ik gewoon verschillende afstanden doe. Ik doe van de 100 tot de 5 kilometer. Dus het is gewoon, ja, elke training is anders. En de snelheid die je kan ontwikkelen als je in een wieler zit, dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is van atletiek. Ja. Ja, want liefst zou je volgens de Spelen volgens mij iedere dag racen. Waar komt die drang vandaan? Ja, ik vind het gewoon lekker om bezig te zijn en ik vind het gewoon leuk. Dus het liefste zou ik gewoon eigenlijk zoveel mogelijk willen rijden. Maar ja, rusten moet af en toe ook nog tussendoor. Maar ik vind het gewoon lekker om bezig te zijn. En wat is het voor jou moeilijk om die rust te vinden? Maar het gaat wel steeds beter af. Ik moet zeggen dat ik ook merk dat ik toch wel rust nodig heb. En ik word er wel steeds beter in. Dus dat is voor jou moeilijker dan trainen? Ja, ik vind ook zeg maar trainen leuker dan rusten. En trainen, ik denk dat ik wel echt mijn talent wel trainen is en dat het rusten nog steeds een uitdaging is om goed te doen. Ja. Is dat al? Dat was hem al. Oh, jeetje. Oh my god. Dankjewel, Marie. Ja, dankjewel.